bowling. Oh, wacht, ik kon niet doen hier. Vuilnisbak doorzoeken. Hoe is? Even kijken waar je erin zit. La 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 la, even zoeken. La 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 la, waar zit erin? Een condoom. Dat lullig. En je staat geldfles. Hey. Hier ligt niks. Oh, wat ben je dan aan het zoeken als er niks ligt? Wacht, kunnen we hier ook in kijken dan? Vuilniszakken doorzoeken, alles zoeken, zoeken maar. Zoek dan. Ja, la 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 la, la la la. Lijkt dat ze al wiet aan het verkopen zijn zo op deze manier. In de vorige stad kon je zo... Hier ligt niks. Ja, godverdomme, sta ik weer van jouw lul. Oh, zo, klats hem even op de grond. Heel lekker op je bek daar. Ja. Hé, hey, we gaan weer zoeken. Oh, toont hem weer om. Oh, sorry. Ja, la 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 la, lekker zoeken, zoeken. Wacht even op mij, wacht even, nog niet naar binnen dan. Wacht even, kom mee, we gaan samen. Als we gaan, dan gaan we samen. Hallo, is daar iemand? Oh mijn god, hey bloemetje voor jou, een kutflower. Hey, kutbloemen! Kutflower. Oh, 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 en maak er weer een zo van. Oei, je breekt de tent op, vriend. Wat is jij nou? Hoe is je? Oh, 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 ik hoop niet dat mijn zuster er ziet, want die wordt niet happy. Wacht even, de kus is veilig. Kus is veilig, niks aan de hand. Zie je het als trippen? Kun jij het als trippen? Kan ik jou nooit meenemen ergens naartoe? Je maakt overal mijn pleurs. Wat is dit nou hier? Wat heb je hier allemaal gedaan, joh? Ben je maar goed? Hoe is je? Nou weet je, het is nou toch al kapot. Ja, maar jou mag het niet uit. Hup, ja, het is hier echt goed, sorry. Oké, wat nu? Hallo? Ben je ergens? Wat ben je nou weer? Hallo, figuur? Ben je hier? Hallo, ik ben hier. Hallo, oh. Hey, ik zie helemaal niemand hier. Wat is dit nou? Is het een ziekenhuis of is het lijkt wel een verlaten... Zo, je moet ook iets aan je hik gaan doen, want dat is ook niet gezond. Jongen, wat heb je nou weer gedaan? Hallo? Oh, ik hoor hier iets van elektriciteit. Wordt hier iemand geëlektriciteerd op de afdeling intensive care? Dit is schokkend hoor. Ik hoor het hier, wacht, hier. Het zit volgens mij hier achter die platen. Hallo, iemand? Kom op, oh, wacht hier, hey, out of patients. Out patients. Hier. Oude patiënt. Oh ja, daar ja. Wat zit hier? Wat hebben we hier naar binnen? Wat gaan we doen? oh, wat is dit nou? Ben je luchtig hier? Ik wil naar binnen, ik krijg cold. Dus ik weet wat dit is. Hier heb je de Voice of Holland, of niet? Is dit hier Hollands Got Talent? Nee? Oh, nou gaan we deur. Oh, hallo. Out of the patients. Hallo, moet je even een ziekenwagen bellen of zo hier, dat die even hier naartoe moet komen. Hé, hey, deze ken ik. Deze geeft zo'n kick hier, die kun je zo lekker zo hut. Hey. Hallo, het kan kapot. Let vooral niet op de rotzooi. Oh, dat moeten we daar ook wel even zeggen, dat ze die op moeten letten. Dat er hier, ja. Lukt het niet? Hier, moet je deze even ook doen? Ja, oké. Okay. Deze heeft een gebruikzaamheid nodig. Dus je hebt een beetje last van de kast hier. Hey. Maar waar Johnny, moeten we nou... Je moet even, zal ik even, ik ga even, ja, ik ga wel even een belletje plegen, want ik kan niet zo op deze manier. Ik weet niet eens wat mijn telefoon is, maar even zoeken. F1. Nee, dat is niet mijn telefoon, dat is informatie. Zo is. Ik heb hem. Kijk, wacht, eigen nummer. Oh, kut. Nee. Kut. Hoe moet... Ik wil met... Ik heb een nieuwe telefoon. Het werkt allemaal voor hem eten. Even kijken. Ambulance. Diep een bericht. Kan 1. Ambulance. Kamera. Hoi. Zijn in het...
ben wel een beetje agressief vandaag. Ik ga even de kont kopiëren. Heeft een acute aanval van de... Onzolheid. Ja. Dat, ik ben zelf geen dokter, maar dat klinkt serieus. Wat kun je daar doen nou? Ik ga gewoon hier staan. We zoeken nog politie. Wil je bij de politie? Solliciteer dan. Is er überhaupt wel iemand van de ambulance online? Want volgens mij... Kijk, er is helemaal geen dokter in de huis. Nou, dan... moet jij voorlopig nog even blijven krabben aan die ziekte van je. 1 hour later. Hier, wacht even. Hier, klas. Hey. Ziekenhuis gebouwen. Hey. Nee, ik ga nu aan de kant. Ik krijg dan een groene oplaai. Die plant kun je kapot maken. Ja, hoe je doen, Je had het al een keihard veel klets. Je moet die plant niet in water bakken, die plant. Hey! Nee, ik heb al hier nog één. Hey, ik sta erop. Hey, kijk deze shit, vriend. Hey! Hup, springen. Oh, kut. Oh, hallo, hallo, ik lig al. Ik zie jou wel lopen, hoi. Alles weg, joh. Fuck it. Ik zie jou wel lopen, hoi. Hartje voor de sfeer. En we gaan naar buiten toe, want ik vind hier gereed dan... Waarschijnlijk werd je opnieuw ingeladen. Of zo. Oh, dan begin ik ook zoals een downie te lopen door jou. Godverdomme. Het sniffo. Oh, kut. Sorry. Sorry, van dikke flikvlak. 3 days later. Ik zie nog een prullenbak. Ik ga lekker kijken. Ik ga kijken naar die prullenbak. Oeh. Hou de slet. Is dat is een prullenbak? Wel, godverdomme, is helemaal geen prullenbak. Zo. Ja, hier weer een ronde. Even kijken. Ja la 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 la. Ja la la. Ja la la. Hallo, papier hier. Papier hier. Hallo, hallo. Hey. Dus ook zo. Ik heb statiegeldflessen gevonden, wat? Ik heb 4 flessen gevonden. Wat zit hierin dan? Statiegeld. Lekker aan het voelen, moet je zien. Hey, wat heb ik gevonden? Ik heb... Weet jij van een sterretje in een ruit? Sterretje in een ruit? Nee, deze. Kut, dat doet het niet. Oh, go leren. Ja, oh, pats. Kap op. Hoe is, ik heb niks gedaan, niks gedaan. Lalalalalalalala. Hartje voor de sfeer. Hey, hallo. Ben hier aan het schraaien, homo. Twee flessen. Ik heb weer flessen gevonden. Wat ben je aan het doen? Ik heb 2 flessen gevonden. Ik heb allemaal flessen gevonden. Oh, kut. 5 staartjeflessen. Kom, zo. 1 prullenbak, 5 staartjeflessen. Ja, ik heb het even wat flesjes aan het verzamelen zo. Wat je voor de sfeer, je ligt niks, Wat je voor de sfeer. Hit me up before you go go. Heb je een rodeo? Hey, heb je een? Hit me up before you go go. Before you up, oké. Zo. Hey, Donald. Ik bedoel, Johnny. Ja. Wil je komen kijken? 1 hour later. Ja, jij zie je al. Hier, kom hier. Links. Ja, recht voor je neus. Oh, ja, er staat een stoel, Pino.
Jongen, we hebben helemaal niks aan jou, hè? Ja, die stoel zat ook in. Dit klinkt echt niet goed, dat we gewoon dronken koter zitten. Wat doe je? Kom nou hier, man. Stoel zat in de weg. Zo. Kijk. Ik wou hem aaien. Hij ging liggen. Zie je dat? Zo! Holy fuck! Zullen we bus ook slopen? Ja, goed idee. Ik doe met je mee, burger, lekker de wc. Lekker slopen. We zijn van bouwbedrijf, het losse handje. Zie je langs, cd. Lekker. Ja, we zijn bus ook aan het slopen. Huppa! Geen ambitie. Geen ambitie. Geen conditie. Joined bij de politie. Hey. Yeah. 1 hour later. Hey, figuur, leef je nog? Moet je klap op je kop hebben? Sorry, die moest je even uit. Het zat even dwars. Het was of dat of een scheet. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Hallo, meneer, wakker worden. Meneer, wakker worden. Wakker worden. Hallo, kan ik je helpen? Ja, daar regen we. Wat ben je hier aan het doen, meneer? Dan moet je hem vragen, hij loopt hier illegaal te slapen. We hebben een illegale slaapentie. Nou, ik denk dat je aan de ambulance nodig bent. Wie zit u allemaal te bellen via dat ding? Is dat Ja, weet ik niet. Wie bent u allemaal aan bellen? Ik ben niemand aan bellen. Ben je met de dood of zo? Zo, de tering! Hey, ik kan even rustig aan doen, meneer. Wow. Heeft u dat begrepen? Ja! Mag die megafoon gewoon even lekker wegdoen? Ja, waar zit die megafoon eigenlijk? Zit die in je broekzak? Ik denk het. Zit lijkt me zeer vervelend. Nee, maar wat hebben jullie met deze man gedaan? Hé, hey, zou je slapen, dan zie je het ook. Hij is aan het slapen. Ja, hij is te diep in het glas gekeken gisteravond. Hij is nog niet wakker geworden. En dan gaan jullie maar even kijken of zo. Ja, vind wel leuk. He, iemand die helemaal kastlazerig is, vind wel mooi. Als iemand die helemaal kacheltje lam is, ga je gewoon even naar kijken. En, ja, hey, mooi man. Ja. Kijk ook wel eens van die filmpjes op YouTube en zo, weet je wel. Dat heb je zo ook allemaal. Ja, YouTube. Hé, hey, mogoltje, hou nou eens je smoel. Nee. Wie moet dit als iemand voorstellen? Ah, die is... Hallo. Die komt uit de Lourdes. Die is niet helemaal 100. Ja, die denkt op dat hij een scooter is, maar het lukt hem niet helemaal. Nou, hij moet beter zijn motor inderdaad gaan starten. Nou, liever niet. Ik heb liever dat hij hem uitlaat, want maak een tering, herrie. Zo kan dan, nee. Stop maar, meneer. Oké. Was die agent er aan het doen? Ja, die is aan het zitten. Hey, maar, wees met zijn vinger gestreken, die zit zo te zitten. Ik heb nog nooit iemand zo zien zitten. Ja, hij wel. Hé, hey, maar jullie mogen deze meneer gewoon lekker met rust laten. Dus die is gewoon zo roest aan het uitslapen. Oké. Hij, hij brengt geen last voor jullie en zo, dus... Nee, jawel, hij stinkt een beetje. Hey, joh, heel blokkenpark ruikt naar stront. Kijk, heb het allemaal laten lopen, ligt hij overal. Ja, ik heb een scheet gelaten. Nou, dan mag jij je onderbroek wel eens even gaan verschonen, denk ik. Nee, die heb je niet aan. Kijk maar, het loopt via zijn benen naar beneden. Gadverdamme. Nee, maar hij ook. Zijn twee viezerikken. Kijk, zelfs zijn gezicht zit onder de poep. Helemaal bruin. En zijn handen zijn bruin. Ik weet niet wat hij daarmee gedaan heeft, maar ik wil het niet weten. Tja. En jouw haren zijn ook bruin. Wil ik weten wat je daarmee gedaan hebt of gaan we dat niet vertellen? Waarom zijn je haren grijs?
Ja, omdat ze in ieder geval niet onder de poep zitten. Ja, nou, die van mij nog niet. Maar deze meneer zit helemaal onder de poep. Hey, don't you have panties. Hey, broodje, hou nou je smoel. Nee. Jawel. Hey, heren, wat mij betreft mogen jullie lekker verder gaan lopen. Ja, ik was sowieso wel verder gelopen. Nou, dan doe je dat. Ja, dat ga ik doen. Nee, is goed. Dan, ja, ik, ik wil dat jullie niet iets anders gaan lastig doen ofzo. Dan heb ik er toch geen zin in. Ik ga dadelijk snoepjes verkopen. Wil je ook een? Snoepjes verkopen? Ja. Nee, dank je. Nee, lekker hoor. Alleen dan zie je wel van die roze olifanten door de stad heen lopen, maar dat hoort er allemaal bij. Nee, dank je. Ik hoef geen snoepjes. Bent u nooit in de dierentuin geweest? Dan hebben ze ook olifanten. Ja, ik ben wel eens in de dierentuin geweest, meneer. Ja, heb je ook wel eens die lange slurf en zo? Ja, dat zijn olifanten, meneer. Ja, ze noemen mij ook wel eens olifant, want ik heb ook een... Dus, meneer de agent, fijne dag. Doei doei. Nou, hey, succes heren. Hey agent, nog één ding. Ja. Trek eens aan mijn vinger. Nee, doe maar niet. Hey, fijne dag heren. Yo. Zo, hoe gaan we doen? Doei. Ik ga het met de mannen opzetten. Wat? Hey, mijn oren, joh, vuile gek. Doe je even normaal. Waar komt die telefoon vandaan? Doe die telefoon is weg. Doe die telefoon weg. Zo. Nee. Doe die telefoon. Zo, hij is weg. Zeg, meneer, wilt u even die kerstboom op wielen eventjes lekker ergens anders heen gelopen maken? Kom je voor mijn rust naar het park? Ja, je komt hier voor je rust. En die meneer die kan hier lekker keiharde geluid maken. Ja, maar dat is een mogol. Dus daar moet je een beetje respect voor hebben. Oké. Nou, het is goed dat u zelf mogol noemt. Ja, speciaal persoon. Zal ik het zo zeggen, maar het is toch een mogol. Ja, nou goed dat u uzelf iemand... Hey, hou nou je klep, joh, flikken! Is, maar heren, jullie mogen voor deze jullie weg gaan vervolgen. Ja, en jij ook. Hup, daar instappen en... wegwezen! Nou, ik mag hier blijven staan. Oh! Daar heb ik recht op. Ja, ik ook. Normaal jongen, je blijft staan. En jij hebt helemaal je recht, jij moet helemaal je smoel houden. Kom toont iets fatsoenlijk zijn. Luister, neem je kleinzoon even lekker mee naar huis toe ofzo. Mijn kleinzoon is godverdomme mijn rol, man! Ik heb deze retard gewoon gevonden. Wat zegt hij? Die heeft hij gewoon gevonden. Ga nou eens even weg! Luister, ik zou zeggen, breng hem gewoon terug waar je hem gevonden hebt en laat hem daar gewoon weer achter. Hé, breng hem naar de dierentuin. Dat kan ook. Moet je dat doen. Tussen de varkens. Hij er daar ook politie. Ja, zo'n soort van. Je ziet het verschil niet als ze naast elkaar staan. Laat ik het zo zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Zullen we nog verder vragen? Ja, wanneer ga je weg? Ja. Het kan nog wel een tijdje duren, denk ik. Ja, ik heb tijd zat, maakt niet uit. Nou. Nou, lekker! Neem jij de bestelling op? Twee hamburgers en een pot bier. Hey, ik ben van de partij. Nou, dat gaan we helaas even niet. Ik wil even jullie namen nog. Oké, hij heet Mogol. En ik heet Fritsie Philips. Hadio! Mag ik even jullie ID zien? Ja, dan zie je toch, hij is sowieso om een goal. Daar heb je geen ID voor nodig. Jezus Christus, je bent om een goal. Dat wil ik niet zeggen. Ik wil... niet zeggen. ID. Kijk, heb je hem gezien hier? Het is een en al. Ja, oordeel zelf maar. Laatste vordering, ik wil jullie ID zien. Laatste vordering. Ik heb maar...
Hou nou eens moe, man. Ik heb mijn ID niet bij. Je hebt niet bij. Nee. Maar hij heeft een grote bom in je broek. Heb jij een bom in je broek? Hoe is? Ja, man. Eten een bommelding, politie. Doe er iets aan. Bel je... Bel de rest van de politiefamilie. Bommelding. Moet je serieus nemen, jongen? Nou, ik ruik die bommelding zelfs vanaf hier al. Oh, is dat de bom? Oh! Oh, jij steekt bom. Ik heb in zijn broek zitten schijten. Weet je, dat heb je gevoeld. Nee, dat kan je toch ruiken? Zie je het niet? Gadverdamme, zie je het? Oh, is hij daar? Ik dacht dat jij daar was. Nou, ik ga er even door, ik heb hem jullie nog bij. Ja, dan weer tijd, dan zaten we op te wachten. De groeten en neem die kerstboom ergens anders mee. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is het. Hou nou eens je smoel, jongen. Ja, dat zei ik. Als ik was meneer, zou ik die man even gewoon naar het ziekenhuis laten sturen. Nee, het is gewoon een mogol met de hik. Super irritant. Het is een mogol met de hik. Okay. Ja, dan hoor je toch. Zie je het toch, of niet? Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Ja, het was een goede dag. Kan ik je eens mij helpen? Kan je een frikandas? Hey, mogoltje, als jij nou eens even je smoel houdt, komt toch niks in eens uit. Ja, heren, ik wens jullie een fijne dag en ik hoop dat ik geen melding krijg voor geluid overlast van deze heer. Hierzo, oh. Jackie. Jij veroorzaakt anders ook veel geluid zo als met die pleurisbak. Nou, dat is gewoon een politiewagen. Ja, dan maak je nog steeds een pleurisherrie. Nou, dat valt reuze mee. Zeg, figuur, zit jij nou in je broek te knetteren? Ja, succes weer. Ja, jij niet. Houdoe. Hé, eindelijk weg. Kunnen we de snoepjes gaan verkopen? Hé? Kom, we gaan klanten zoeken. 3 days later. Ja, we gaan weer één figuur. Hoi, stop eens. We moeten eventjes telefoonnummer uitwisselen. Als we even uit elkaar zijn, dan we elkaar kunnen contacteren. Oké, komt ie maar. Acht nul acht een zes zes. Hey, dat nummer is ongeldig, joh, flapdrol. Wat ben je dan voor me, rol? Kan je een nummer even? Dat hebben we alsof van godverdomme Pokémon Go aan het spelen zijn hier. Kan je eens even doen, joh, jantje, hè, ben je mongol? Oké, ik heb een beetje... Dat is jouw main champ. 0, 6, 6, 0. Wacht nou eens even, man. Wacht nou eens even. Wacht nou eens even, man. Oké, overnieuw. Langzaam. 0, 6. 0, 6, 8, 6, 8, 0. 8 1 6 6. Ja, dat werd godverdomme tijd, zeg. Jongen. Echt ongelooflijk. Niemand agent aan het doen is, maar graag van bosjes. Volgens mij heb je ons dolheid. Dus krijg je tegenwoordig al die agenten. Al lange uren, weinig slaap, hoe is allemaal gek. Wat is jouw nummer? Mijn nummer is 06 5797 1801. Ja, heb je net? Kunnen we zaken ook via de telefoon doen en zo? Hallo, kunnen we jullie helpen? Ja, we zijn weer aan het doen. Pokémon Go aan het spelen, wat is je probleem?
Pokémon Go aan het spelen. Ik speel even mee. Ik speel mee. Nou collega, doe maar gewoon niet, want het is gewoon je werktijd. Nee, ik je mag gewoon Pokémon Go spelen. Mag tegenwoordig, overal. Nou, niet onder werktijd, meneer. Oh jawel, ik heb ook naaktfoto's op mijn telefoon staan, wil je ze zien? Wat zegt u? Ik heb naaktfoto's op mijn telefoon staan, wil je ze zien? Nee, die mag u lekker zelf nee, houden. Niet. Die hoeft niet. Niet. Oh, sorry. Oh. Wat is het? Kut. Ja, dat was een kut, ja. Jij zit zeker op mijn telefoon, weet ik. Ja, jij hebt ze wel gezien. Nee. Jij bent echt een vieze rik. Dat is niet normaal, hè. Dat is niet normaal. Ja. Zit een beetje naar die blote vagina's te kijken hier. Op zijn diensttijd. Jongen. Zat hij zo naar die natte kano te kijken. Ja, jullie kijken gezellig ook, hè. Ja, wil je ook een natte kano zien hier? Kom, je moet je zien. Kom. Nee, hoeft niet. Kijk hier, nee, kijk hier. Ponypad genomen. Nummer niet opgezet. Zagen. Kom nou, je wilt het wel zien. Geef anders je nummer, dan doen we het al hij niet bij is. 9006. Bel me. Wat 906, dat is een porno nummer. Nee hoor. Nog 906, jazeker wel, ik kijk ook wel eens naar 12 uur op tv. Hij bent 112 mannen. Zeg, Mogol, als jij nou eens even je smoel houdt, je weet eens waar één persoon is. Sorry, hij heeft een verstandelijke beperking, alleen hij is niet verstandelijk. Gaat het helemaal goed met jou? Dikke hand. Mijn auto gaat sneller, kom maar mijne. Die bak? Kom. Ja, deze bakkie. Ja joh, dat is zo'n familieauto. Stap maar in. Stap maar in. Shotgun. Vroom. Zo! Volgens mij moet dat nu ook een netje. Ik denk dat ik jou rechtstreeks naar het gesticht wil brengen, gek. Gaat allemaal goed, jongens. Bij mij wel, maar dan mijn goldje op de achterbank gaat niet helemaal goed. Zo, ga jij maar eens even naar binnen. Laat jij maar eens eventjes onder handen nemen door een mannelijke dokter. Oh jee. Oh jee, daar hebben we het al. Hij raakt ongesteld. Oké, en waar is de zus, hè? Zijn hier nog lekkere wijven? Hallo, lekkere wijven. Hallo meneer de Rent. Oh, je moet... Oh-oh. Wat gaan we doen? Hallo, meneer de Rent, wat gaan we doen? Hallo, meneer de Rent? Hallo? Nee, volgens mij moet jij even je... Volgens mij moet jij even... Ook niet goed. Jij moet even je smoel houden. Meneer. Oh, hey, stel je. Ik heb hier gaan liggen. Even daar gaan liggen. Oh, is. Wil ik dit zien? Ik heb dit een keer in een film gezien. Dan komt zo meteen een vertieve dokter naar je toe en dan... Maar een vieze dokter? Komt er een vieze dokter aan? Dan ben ik weg. Nee, een effectieve dokter. Ja, dat zei ik. Een vieze dokter. En voor je komt er lekker vijf na. Dus, mijn moeder moet ook een vieze voorzitster. Vieze voorzitster? Wat? Ik weet niet wat je allemaal loopt te lullen vindt, maar jij spoort niet helemaal hoor. Jij moet je echt laten nakijken. En welke agent laat mij hier alleen met deze Mogol? Kan toch niet dit?
Waar heb je dat ding? Waar heb je dat ding nou weer vandaag getoverd, jongerol? Ik hoor allemaal dingen hier. Zei de dokter niet dat jij in bed moest blijven? Nou zie je dat je zo de midden terug in die bed ligt. Die mongooltjes vertegenwoordigen, ze luisteren ook gewoon niet, hè? Ik ga de politie bellen. Dat gaan we doen, want dit kan niet. Of een agent met een medische achtergrond. Hoi, hallo. Zo. Fifi. Hey, Brol, ga liggen. Wat ben je nou aan het fluiten, joh? Ga godverdomme liggen, nu meteen. Ik wil bier. Jij gaat als de sodemieter liggen. Ik heb een politie gebeld. Of iemand van de medische afdeling nou bij de politie. Dat komt helemaal goed. Als het goed is komen ze daar vandaan ergens. Daar zo. Ergens. Als de agenten weg weten tenminste. Ben jij nou een fiets? Wat ben je nou aan het doen, joh, debiel? What the fuck? Ik ben je vrouw aan je fietsen. Wat vind je nou het vissen? Ik ben vrouwen aan haaks te slaan. Ik ben vrouwen. Ben je vrouwen aan haaks slaan? Ja, dat lukt je aardig. Je jaagt ze allemaal weg, denk ik, want er is hier helemaal niemand. Dat wil alleen niet happen. Nee, dat snap ik. Je bent een Mogol. Tuurlijk happen ze niet. Wat dacht jij dan? Ga nou maar liggen. Ben je zo moeilijk? Wat doe je nou? Ik sta nu op één been staan, joh, debiel. Dan dom je van dat bed af. Ga liggen. Sta je nou de boel in de fik te staan? Doe die aansteken weer. Hup, uitmaken. Nu meteen. Hup. Liggen. En blijf liggen. Jongen, we hebben helemaal niks aan jou. En de politie trouwens ook niet. Ze komen gewoon niet, joh. Of verdomme. Ik ga ze gewoon weer bellen, want dit kan toch niet langer. Ga jij nou eens gewoon op bed liggen? Ga nou eens gewoon op bed liggen, joh. Is nou zo moeilijk? Oh, daar komen ze al. Ja. Een hele goede avond, heren. Een hele goede avond. Nou ja, een goede avond. Ik zit nog steeds met die debielje. Hallo! Hij heeft een visengel. Hij was hier naar zusters aan het vissen. Maar hij heeft echt iemand nodig met een medische achtergrond. Maar gaat niet goed. Ik zou hem gewoon naar een wat doet hij nou? Ja, dat weet niemand wat hij doet. Hij is helemaal van de pad. Hij is van de pad, ja, dus. Ja. Complete weg kwijt die gast. Ja, breng hem eigenlijk dan gewoon. Oh, wat doet hij nou? Wie fluit hij nou weer? Nou, ligt eraan. Of hij is homo, of hij is homo, of hij velt een vrouw. Eén van de twee. Ah, mijn oren. Die gast. En Fifi, Fifi. Die gast is niet goed hoor. Bel nou een dokter, man. Ja, breng hem anders gewoon lekker naar een tehuis of zo. Ja, hij is nou thuis. Heb hier een bed. What the fuck? Ja, nou. Hé, Mogol, het regent buiten, niet binnen. Doe die paraplu weg. Hé, heren, als ik hier mijn tijd voor moet gaan besteden, heb ik betere andere dingen. Maar u heeft niemand van de medische afdeling, hij is trouwens ook herpes. Of weet die ziekte? Watte? Ja, Ebola. Nee. Iets met een H. Herpes. Herpes, weet ik veel. Iets in die richting. Maar hij is niet 100 jaar lang, maar toch niet alleen maar die debiel hier, hé. Hallo.
Ja, hij moet volgens mij even bij komen. Hallo! Max, zijn ben al echt, het loopt gewoon weg hier. Salut, on je plu. Ja. Hallo! Hey, jongen, ruim dat ding op, joh, debiel. Nee, ik ga niet in je pants. Heb je weer mijn vieze dingen in je handen? Weet je wat misschien kan helpen? Ja, amputatie. Ho is! Zo! Zo, misschien helpt dit wel eventjes. Ik hoop dat hij nou weer een beetje normaal kan worden. Nou, dat betwijfel ik. Nou, niet meer gek wordt. Ja, zit nog even te shaken. Laat hem even lekker shaken. Nou, weet je zeker? Het lijkt wel een epileptische aanval. Ik ben dan wel geen dokter, maar het lijkt op een epileptische aanval. Oh! Zo. Goedendag, meneer. Hallo! Och, het is alleen maar erger geworden. Ja, weet je wat het is? Hij dacht dat het glijmiddel was, maar hij heeft nou ik gewoon... Ik kan het nog een keer proberen. ...die paraplu vastgelijmd. Nee, hey, luister, ik ga hier geen tijd aan besteden. Ik heb nog wel eens betere dingen te doen. Ja, wat dan? Stad veilig houden. Ja, nou begin maar bij hem. Misschien kan ik wel bij u beginnen. Waarom? Ik heb niks, ik heb er last van. Nou, ik betwijfel het. Ja, jij mag twijfelen, maar het is niet zo. Ja. En ja, ik... Zou wel een andere zonnebril kopen trouwens? Wie, ik? Ja, jij. Ja, je bent tegen ze bij een zonnebril op, hè? Jongen, jij bent ook niet helemaal 100. Zijn je ogen nog wel goed? Ik wens jullie nog een fijne dag. Ja. Nou, kan met mijn spinkende paraplu mee gaan halen. Hé, hey, weet je wat jij moet doen? Moet je in het cirkeltje gaan en dan eventjes switchen van man naar vrouw en dan... Ah, laat maar eens vrouw. De eigenschappen heeft die. Tada! Ga je wel die paraplu op? Nee. Oh, dit wordt een hele lange dag. Ongelooflijk. Maar, ik kan ook op vrouwen of pizza. Zo. Wat ga je doen? Ga ik op vrouwen met fietsen? Huh? Ga met vrouwen fietsen. Vissen! Oh jee, weg met die hengel. Ik ken nog eentje. Weg met die hengel, gek. Zeg, volgens mij heb ik bent. Zeg, kun je hem niet naar een afgesloten instelling brengen ofzo? Veiliger voor iedereen. Ja, ik heb geen auto bij me. Oh, geen auto van de zak? Nee, ik heb een motor. Oh, kan die achterop? Oh, wow. Wat? Dat doet pijn aan mijn oren, joh. Haalt die. Motor! Motor! Ja, vroom, vroom. Hij is gek op motors. Heb er zelf ook een, alleen dan moet hij zelf trappen. Met die trapwieltjes dingen, zeg maar. Ik weet niet hoe zo'n ding heet. Zo'n trapfiets ding. Oh nee, dat is een tractor. Dat ken je ook op tractor. Hé? Je hebt een tractor, hè? Nee. Een John Deere. Bloedserieus verhaal. Wat dan? Was je verhaal? Nee. Mijn vrouw zit er wel lachen. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Verder nog iets? Vierfrikante pincel. Het is hier een ziekenhuis omrol. Zie je die bedden hier die staat? Je staat hier niet in de snackbar. Oh, en je hebt allemaal bed de breakfast, man. Nee, het is alleen een bed zonder breakfast. Snap je nou of moet ik er een tekeningetje van maken? Hier, kom hier. Ga het even tekenen. Hier liggen velletje. Kom hier. Kijk. Bedje. Zonder. Tekening. Zeg. Niet zo hard in je microfoon praten, joh. Wacht even, microfoon. Niet zo hard schreeuwen. Ja, maar nu zeg ik. Ik zie je microfoon. Heb jij een microfoon bij? Waar heb je allemaal in dat jasje zitten, jongen? Ik wel. Ja, waar dan? Oh, daar, die spreeksleutel. Ik heb een oortje.
Zo, oortje daar, dan ja. Oh ja. Nou zie ik het. Nou, Johnny, let op hè. Even tekenen. Een bedje. Zonder breakfast. Yeah. Snap je nou? Nee. Godverdomme, wat heb je nou aan jou? Maak er een tekening iets van, is niet goed. Ik heb het uitgelegd, is niet goed. Wat moet ik nou nog meer doen? Uitbeelden. Zeg, ben je helemaal gek? Ja, uitbeelden. Ik ga helemaal... Oké, nou dan mag jij het uitbeelden. Mooi weer vandaag. Ja, nou, het regent. Kom terug. Kijk eens even daar. Ziet u de zon? Oh, het regent. Nee, het is toch. Oh nee. Wat zeg jij nou? Het regent. Jo. Werd er gezegd. Het regent. Oh nee. Wist je nog wat je met die hand gedaan hebt? Waarvan jij dacht dat het... Nu zit hij weer vast. Waarvan jij dacht dat het glijmiddel was? Ja, hè? Weet je nog? Nee. Nou, zit je paraplu weer vast aan je hand? Dan ligt je andere. Hoeveel heb je er trouwens bij je, man? En nou? Tekening. Ja, die liggen hier nog steeds. Oh, is zo, dat is fel. Kanonnen. Heb je die tekening nou gezien of niet? Nee. Wat denk je nou dat ik hier voor jou loop zit te tekenen? Kijk naar die tekening, verdomme. Zie je, bed zonder backfrist. Ik heb het daar helemaal opgeschreven. Ja, ik begrijp het wel, maar ik snap het nog niet helemaal. Ja, het is goed met jou, dan snap je het maar niet hoor. Denk er maar over na. Meester. Hé, wilt u hem adopteren? Dan ben ik er vanaf. Nee hoor. Waarom niet? Een hele leuke gozer. Zolang je smoel houdt. Dit is een hele aparte stilte, dit. Wat ga je nou weer doen? Ja, zie je? Buiten regent het. Ho is. Ho is. Ho. Ho. Ho is. Zo. Ik was even bang dat je een andere fase in ging. Kijk, als je nou goed kijkt, hè? Kijk, ja, vind je het gek? Ik weet niet wat je allemaal in je broekzak hebt zitten, maar kijk, buiten regent het, hier niet. Duidelijk. Dus, daar regent het niet en nu wel. Nee, andersom. Daar regent het wel, hier regent het niet. Nee, het is niet goed. Hier regent het wel en daar regent het niet. Nee, luister nou. Daar regent het wel, hier niet. Hier is droog, daar is nat. En waarschijnlijk is het daar ook nat, want je bent al langer dan 5 minuten hier naar de wc geweest. Ja, duidelijk, snap je nou? Is er überhaupt iets wat richting die hersenkamer voor jou naartoe gaat, dat er iets binnenkomt? Misschien een CT-scan of zo. Volgens mij zit daar gewoon zo'n hamsterrat in zo'n wieltje daar boven je hoofd rondjes loopt. Wat? Ja, niks, ik had toch een keer gezien op een tekenfilm, maar ik begin nou wel te geloven dat het ook bestaat. Nou, komt er nog iets zinnigs uit of moet ik het eruit trekken? Honger. Honger? Ja, wat denk je nou? Ik heb niks. Barbecue? Barbecue? Zie jij hier een barbecue staan, jongens, schelen? Ja. Nee. Nee. Gewoon nee. Jawel. Zin erin. Hier, hier die spinazie. Ik heb hier een barbecue. Wat doe je nou? Waar haal jij die aansteken van? Ja, barbecue. Nee. Niet die aansteken. Niet doen.
Niet doen, dat is geen barbecue. Een barbecue nee. Eten. Nee, dat is geen barbecue. Ik herhaal, geen barbecue. Weg bij die tafel. Hup. Ga jij maar eens even naar buiten, want jij bent een beetje vervelend. Dat kunnen we eten, honger. Ja, buiten eten. Barbecue. Ja, buiten. Binnen. Nee. Binnen een droom. Je gaat er niet binnen barbecuen, jongen. De frisse neus halen. Ja, die frisse neus kun je ook wel gebruiken. Ga maar naar buiten. Chinees? Nou, die kant op. Ja. Hier kan Chinees. Ja, ja. Dat moet ik je dragen. Hij is heel zwaar en hij stinkt hoor, maar je moet het zelf weten. Nee? Ja, dat bedoel ik. Mijn neus al dicht. Succes. Ja, dat zal er heel leuk uitzien als je hem kan dragen dan. Ho, is! Ja. Ik ben weg. Ho, is! Ja. Zo. Oh, ik wil wel voorop lopen, hij stinkt als een malle. Hoop, ik word gedragen door een vrouw. Oh jee, oh jee. Ik hoop voor jou dat die gulp dicht is. Gulp, wat is dat? Ja, is leuk. Ah, ik niet meer gedragen. Ah, ik vond dat niet leuk. Ja, buiten kun je ook lekker, doe maar lekker naar buiten. Ga gewoon naar buiten toe, man. Oh, je had het zo moeilijk lopen doen. Hup, naar buiten nou. Ja, maar het is lekker warm. Je hebt toch honger, of niet? Oh. Ja! Tjoeke, 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 tjoeke. Ah, mond erop. Nee, niet moot, het is niet voor jou. Niet op de moten. Op de stoep. Ah. Op de stoep. Kan je benzine stop? Je rijdt niet op benzine. En op die stoep. Je wordt met de dag vervelende. Ik ga jou binnenkort op de zwarte marktplaats zetten, we worden helemaal gek voor jou. Dan zit je me toch niet aan nemen, denk ik. Omdat ik wit ben. Mevrouw, hoe heet u? Ik heet Sarah. Oké, okay, Sarah. 5 euro voor hem. Ik heb een melding. Oh. Dus ik moet even weg. Oké, okay, doei. Mag ik mee? Helaas niet. Ah, mooi tijd. Vroom, 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 vroom.